Breda Nu. Je weet het meteen. Ook dit jaar is Sinterklaas met zijn Pieten weer te gast in winkelcentrum De Barones. Kinderen kunnen gratis genieten van leuke activiteiten zoals knutselen, koekversieren en nog veel meer. Het Sinterklaas Disco Paleis is nog tot en met 3 december geopend. Ben je het een beetje leuk hier? Ja. En wat ben je voor iets lekkers aan het maken? Een koek. Leuk. En heb je al iets leuks gedaan? Ja. Ik ben een kleurplaat aan het knutselen. En zo werd de Pietenmuts gemaakt. Zie, heb je die zelf gemaakt? Ja. Is wel heel mooi. Ja. Ben je er blij mee? Ja. Wat ga je nog meer doen? Een tattoo laten zitten. Vindt u dat de Pieten goed bezig zijn? De Pieten zijn altijd goed bezig. En ook met de kinderen vandaag? Ja, zeker. Hebben ze het daar straks toch zien dansen ook? Ja, zeker. Dat wou ik zeggen. En ik zag dat ze daar pakjes aan het gooien waren in de schoorsteen. Zitten er potentiële Pieten bij? Ja, daar is het voor bedoeld. Hè. Dan kijken wij of dat er echt kindjes bij zijn die later misschien wel hulppiet kunnen worden. Met een bepaald talent, hè, Sinterklaas. Ja. Ja, ja, ja. Nou, wat zijn jullie aan het doen? Ik zie mooie koeken versierd hoor. Ja, wij zijn met de kindjes koeken aan het versieren, dat ze die thuis lekker kunnen opeten. Vinden ze het leuk? Ja, zeker weten, ja. En is het ook lekker? Ja, volgens de kindjes wel, ja, zeker. Ja. Niet zelf snoepen? Nou, nee, valt mee. Sta je op te wachten? Op een glittertattoo. En weet je al wat voor tattoo je gaat zetten? Nee. Heb je al leuke dingetjes gedaan? Ja. En wat ga je nou doen? Een tattoo zetten. En weet je al wat voor tattoo je gaat zetten? Nee. En heb je al een lekkere koek gemaakt? Ja. En ook al opgegeten? Nee. Ga je dat lekker thuis doen? Ja. Breda Nu. Je weet het meteen.